Goed, in dit sommetje gaan we kijken waar het zwaartepunt ligt van het figuur wat ingesloten wordt door die twee blauwe grafieken van 0 tot 6. Nou, deze grafiek is de grafiek van x² plus 3. Nou, dan zal deze, die noemen we dan even gx, is waarschijnlijk min x² min 3. He, want hij is gewoon gespiegeld in de x-as. He, dit is de x-as en hier heb ik de y-as. Nou zou ik eigenlijk die oppervlakte weten. Want die oppervlakte staat gelijk aan de kracht. Stel je nou voor dat je dat geasseerde gebied, dat zaag je uit een stuk hout en dat stop je in stromend water. Dan gaat het water tegen dat figuur aanduwen en naarmate de oppervlakte groter is, wordt de kracht ook groter. De volgende stap is dat ik wil weten waar die kracht aangrijpt. Nou, eerst maar eens de oppervlakte. Nou, als we de oppervlakte willen bepalen, maken we eigenlijk een staafje. Dat hebben we eerder gedaan. Ik heb hier een staafje zo. En van dat staafje wil ik bij benadering de oppervlakte weten. Dan heb ik hier een stukje delta x. Oh, sorry, delta x zo. Die kan weg. En ik heb een hoogte. Dus ik doe eigenlijk, die hoogte hier is fx. Nou, dat is onze integraal. Maar omdat die onder en boven de x-as zit, moet ik datzelfde dingetje eigenlijk keer 2 doen. Zie je dat? Deze kan ik berekenen, die bovenste. Doe ik hem keer 2, dan heb ik de onderste er ook bij. Oké, laten we dat eens gaan proberen. Dus ik heb nu de kracht F. En bij het sommetje 14 noemen ze dat de kracht K, maar die is natuurlijk van hetzelfde. Er staat de kracht is gelijk aan de oppervlakte van het gebiedje. Nou, dat oppervlakte kunnen we wel berekenen. Dat is de integraal van 2 keer fx keer dx. Nou, fx weet ik, dat is deze. Dus de kracht is de integraal van 2 keer x² plus 3 dx van 0 tot 6. Nou, laten we die eens even op de rekenmachine gaan doen. Gaat die. Mat. F en int. Dan heb ik de functie. Nou, dat is 2 keer x² plus 3. Vergeet niet haakjes te sluiten. Variabele is x. De linkergrens is 0. En de rechtergrens is 6. Nou, wat komt eruit? Daar komt uit 180. Dan zou ik de eenheid er ook achter kunnen zetten, maar dat vind ik hier niet zo interessant. Bij natuurkunde is dat wel interessant, maar dat doen we hier even niet. Dus de kracht is 180. Goed. Nou hadden we net gezien dat moment is kracht keer arm. En die, hier noemen we, is dat R, maar voor R zou ik ook een X kunnen invullen. Hè? Want die, dat zwaartepunt, dat zit ergens op een afstand x. Ik weet alleen niet waar. Maar hier volgt wel uit dat x is het moment gedeeld door die 180. Die heb ik net berekend. De vraag is even, kan ik ook dat moment berekenen? Nou, ga ik even weer hier naartoe. Moment is kracht keer x. Maar die kracht was gelijk aan die oppervlakte. Dus ik kan hier zeggen, moment is de integraal van x² plus 3, maar die moet dan wel keer 2, want ik heb hem onder en boven, keer x dx van 0 tot 6. Nou, dit is het lastigste stapje. Moment is kracht keer arm. Die kracht, weet ik, die is gelijk aan de oppervlakte, vermenigvuldigd met x. Nou, die kan ik op mijn rekenmachine gaan breken, dat doe ik eventjes. Ik zet hem even op pauze. Nou, we zien hier rechts. Het antwoord is 756. Weer met f en in berekend. Nou, nu kunnen we dus die x berekenen. Want x was m gedeeld door f. Oftewel 756 gedeeld door 180. Gedeeld door 180. Is 4,2. Even een reality check. Die 4,2 moet natuurlijk ergens tussen die 0 en die 6 zitten, hè? Je ziet ook dat het oppervlakte hier groter wordt, dus hij zal ook verder dan de 3 liggen. Denk van, nou ja, dat zou kunnen kloppen. Eenheid meters erbij en je bent klaar. Dus nu hebben we een vrij eenvoudige manier, of eenvoudig, maar hebben we een manier gevonden om het zwaartepunt van een willekeurig stukje oppervlakte te bepalen.